Condor. Okay, daar gaan we dan. Ja, ik weet het, roept ze dan. Zonnetje natuurlijk. Ja, ik heb wel, want dat, zo werkt het altijd het beste. Ook als je presenteert, dan moet je door de camera heen één iemand projecteren. Dus ik ben nu eigenlijk wel heel erg aan het voorlezen aan mijn dochter, aan Sammy. Dus die beeld ik me in. Als ik zit te bedenken dat daar echt 100.000 kinderen gaan luisteren, dan kom ik denk ik niet meer uit mijn woorden. Maar ik heb een hele goede regisseur. Maar heel streng hoor. Ja, precies. Ik denk dat je moet ietsje kleiner maken. Want als je boos op bent, dan moet je een beetje soort van, dan moet je een beetje boos op worden. Dan maar, weet je. Tante Berenboom. Tante, we kennen een heel leuk spelletje. Vertel op, zegt tante. Woezel en Pip kijken verbaasd in het rond. Overal liggen takken, bladeren en stukken hout. Woezel en Pip hebben de grootste lol. Heel even stoppen. Ik wil hem even luisteren. Ja, Woezel en Pip komen hijgend aangerend bij tante Perenboom. Ja, ik denk dat leuk is. Toch? Ja, volgens mij ook. Ja. Nou, ik vind het niet per se heel makkelijk hoor. Omdat het zijn best wel veel verschillende personages. En die hebben dan allemaal eigen stemmetjes die ik niet helemaal precies nadoe. Maar wel een beetje zo het gevoel moet pakken. En dat is soms een beetje lastig switchen. Maar ik vind inspreken en dit soort verhaaltjes vertellen wel altijd heel erg leuk om te doen. Dus dat maakt het makkelijker. Je moet vooral met heel veel plezier en een beetje ontspanning. Maar het is ook concentratie. Ik vraag me wel af wat Sammy zal denken als ze beseft dat haar mama ook liedjes zingt en die boekjes voorleest. Spoken bestaan toch helemaal niet? Is wel leuk, toch? Ja, misschien alleen de laatste zin ietsjes sneller nu dan zegt. Ja, spoken bestaan toch helemaal niet? Ja. Weet je, zo van, wat zit je nou dom te doen, joh? Spoken bestaan toch helemaal niet? Want je krijgt dan zonder lume. Dat zit er een beetje in de achterkant in. Dus als jij doet racen, maar deze mag hem misschien wat klein hekserig een klein beetje van hebben. Toet! Het zijn Woezel, Pip en Buboes in een echte racekist. Nou, ik denk in eerste instantie dat ik zo ongelooflijk trots ben op het feit dat Guusje dit ooit bedacht heeft en dat het zo'n enorm succes is geworden. Dat vind ik echt te gek.